Ik wil een paar dingen doen in het uur dat ik heb. Eigenlijk, ik verdeel het in 4 blokjes. Ik zou ook een paar dagen over het onbewuste kunnen praten, maar die tijd hebben we niet. Ik heb een uur. Ik wil eerst kort iets zeggen over, ik noem het altijd zelf, het menselijk gebrek aan introspectieve vaardigheden. Dat klinkt een beetje jargonachtig, maar dat betekent eigenlijk dat we vaak denken dat we een goed beeld hebben waarom we dingen doen. Maar in werkelijkheid zijn onze motieven, onze redenen voor ons gedrag vaak heel anders. Het tweede, en dat zal een blok zijn dat wat langer duurt. Daarmee wil ik eigenlijk een flink aantal voorbeelden geven van niet allemaal recente, experimenten die gedaan zijn door psychologen. Die laten zien dat wij eigenlijk continu onder invloed staan van allerlei onbewuste factoren. En dat kunnen zowel dingen in onszelf zijn als directe omgevingsinvloeden waarbij we niet in de gaten hebben dat we beïnvloed worden. En je zult zien, soms zijn dat ook best hele leuke sprekende voorbeelden. Dan wil ik het hebben over onbewuste meningen. Dat klinkt heel cryptisch, want je denkt, hoe kan je nou onbewuste meningen? Nou, dat kan. Die zijn heel belangrijk, die beïnvloeden ons gedrag voor een heel groot gedeelte. Daar kom ik later op. En het laatste stukje, dat gaat eigenlijk bijna alleen maar over onderzoek dat ik zelf heb gedaan de afgelopen jaren. Gaat over het belang van het onbewuste bij het nemen van belangrijke beslissingen. Maar eerst dus die introspectie. We zijn daarop gericht. Als je mensen nou maar vertelt wat het probleem is, dan lost het zich wel op. Nee, dan lost het zich niet op. Of je dat een beetje kon verminderen. Eigenlijk met hele simpele ingrepen in de omgeving. Allemaal links en daarna kozen ze het vlees, want het vlees zat aan de rechterkant. Het enige wat onze studenten hadden gedaan is bij de ingang een pijl neerzetten met een bord naar rechts. Dus die mensen komen binnen, door de opstelling willen ze naar links en op zien ze die pijl en lopen ze naar rechts. Met als verschil dat ze dan op een gegeven moment rechts de vegetarische soep tegenkomen, want ze maken het rondje andersom. En links de vleesmaaltijd. Gebruikt. Mensen kiezen liever dingen die rechts zitten. Nou, wat zie je dan? Je ziet hetzelfde patroon optreden. Mensen die kiezen veel vaker de vegetarische kies dan in dit geval dan het saucijzenbrood. Hoe denkt u over het idee dat het onbewuste eigenlijk al het gedrag bij ons bepaalt? Dat we geen vrije wil zouden hebben bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat lastig. Kijk, het is wel zo dat je kunt zeggen dat alle inhoud van ons bewustzijn is het gevolg van onbewuste processen. Want alles wat in je bewustzijn zit, zou je kunnen zeggen, de gedachten waar je van bewust wordt, die komen ook weer ergens vandaan. En die komen uit die onbewuste hersenprocessen die dat veroorzaken. Dus je zou kunnen zeggen, je bewustzijn, daar begint nooit iets. Het komt altijd na een onbewust proces. En er zijn mensen zoals Victor Lamme die daarom zeggen van nou, dat betekent dat je geen vrije wil hebt. Dat vind ik te kort door de bocht. Het is sowieso een beetje lastig, het is meer een filosofische vraag natuurlijk dan alleen maar een psychologische vraag. Maar je kunt wel zeggen, stel nou je hebt een onbewust proces en dat leidt tot een bewustzijnservaring. Je hebt hetzelfde onbewuste proces en dat leidt niet tot een bewustzijnservaring. Gaan die twee processen dan daarna van elkaar verschillen? Ja, dat blijkt zo te zijn. Dus ook al begint het niet in het bewustzijn, er zijn wel processen in het bewustzijn die andere consequenties hebben dan als dat proces niet in het bewustzijn was geweest. Dat weten we nu wel. Dus dat suggereert wel iets van een. Het bewustzijn doet wel iets in die hele causale link van ons gedrag. Alleen we weten, dat is eigenlijk wel grappig ook alweer, maar we weten eigenlijk nog steeds niet goed wat dan. Het is. Als je nu een theorie zou hebben voor de functie van het menselijk bewustzijn en je zou in staat zijn om, laten we zeggen, de helft van de wetenschap daarin te laten geloven, dan kun je nog Nobelprijzen winnen. Sommigen hebben het gezegd, het is eigenlijk de last great frontier of science. En als je dat weet, dan kun je misschien ook nog weer veel meer zeggen over bijvoorbeeld vrije wil. We weten er eigenlijk nog heel weinig van.